wat mijn vader mee heeft gemaakt met de korhoenen, maken wij mee met de kievit. Gewoon over en uit. Dat is gewoon sloes. Lukt niet. Als het nu dit jaar nog weer mis zou gaan, op een gegeven moment is het afgelopen, dan is er geen jonge aanwas meer van Grutoos of Wulpen, of wat er ook zit. En dan is het afgelopen, dan komen ze niet terug. En zo hebben we al verschillende gebieden in onze regio dat er helemaal niks meer zit. Ik mis gewoon de Grudo en de kievit vooral dit jaar. Ik heb nog niet één jonge kievit gezien eigenlijk. Terwijl ik in het verleden als klein jongetje ging ik eieren zoeken. Je kon ze bij de vleet, kon je ze vinden. Je kon er van leven bij wijze van spreken als ze ging opeten toen. Dat is 50 jaar geleden eigenlijk. Maar ik zie geen jonge kievit meer eigenlijk. Dus het is al verschrikkelijk hard achteruit gegaan. Als je hem ziet lopen, als je hem ziet snavelen met zijn snavel, dan en je ziet die kuikens daarbij, dat is gewoon geweldig. Die hoort daar, die heeft er altijd geweest en die moet er ook blijven. Heel graag wil ik natuurlijk de vogelwerkgroep uit Geesteren ondersteunen. Het gaat om de gruttel, de wulp en heel veel andere vogels te behouden. En dat is een hele goede actie, want als dat slaagt door aanschaf van een drone, zijn ze in staat om een heleboel gruttels die anders het leven zouden laten, in leven te laten blijven. Toen ik een kind was, dan hadden we de leeuweriken en die hoorde je hoog in de lucht, hoorde je die prachtig zingen. Dat hoor je niet meer, dat missen we enorm. En dit is de warmtecamera. De resolutie is een stuk lager dan van een gewone camera, maar het is goed genoeg om nesten te kunnen vinden. Kijk, hier ligt wel. Ik denk dat we gaan hem nu zakken. Oké. Okay. Onvoorstelbaar, jongens. Ja, tot zo. Vier eitjes. We gaan nu naar het eindstation. Er ligt een heel groot ei. Dus daar gaan we nu even met z'n allen naartoe. We gaan eerst kijken op de camera. Nu aan moeten werken is dat vanaf het komende seizoen in ieder geval wij de vogels weer vliegvlug krijgen. Grutoosje, tureluurs, kievieten, want dat is de eerste opzet. En stapsgewijze werken naar een weidevogelparadijs, dat is de opzet. Nou, mijn belang is natuurlijk altijd waar de energie zit van de inwoners. Hebben we altijd belangstelling en kijken wat er gebeurt. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat die ook in plaats van mooie plannen, dat ook gewoon, het gebeurt hier gewoon. Er wordt hier dus echt met man en macht gewerkt om ook de goede dingen te doen. En ik hoop dat dit heel aanstekelijk gaat werken voor andere groepen op andere plekken. Dat die denken van, hey, wat daar gebeurt kunnen wij ook. En of het nou een plasdras is of op een andere manier de biodiversiteit te bevorderen. Je moet ook laten zien wat je doet. En dat moet je ook delen met elkaar. En daar ben ik wel heel blij mee dat dat volop gebeurt. En dan hopen we dat dit ook echt een begin is voor heel Nederland. Van één plekje zegt natuurlijk niks. Maar als het geslaagd is,
en het is mogelijk en ook financieel haalbaar, dan denken wij dat dat de goede kant op gaat. De grote melkfabrieken, Campina en noem maar op, die zijn ook duurzaam bezig. Waarom? De consument wil dat. En als ze koeien 120 dagen in de wei doen, kunnen ze puntjes voor halen. Gaan ze de groene en blauwe diensten doen om de wallen intact te houden, kunnen ze ook weer vinkjes voor krijgen. Gaan ze aan weidevogelbeheer doen, kunnen ze ook weer vinkjes voor krijgen. De melkprijs kan er zo 1 of 2 cent hoger worden. Als je dan 2 miljoen liter hebt, nou, dan gaat het wel hard, hè? 20.000, 40.000 euro. Ja? Dat de provincie zegt, alle boeren kunnen bijvoorbeeld 3 meter langs de afwasstreek laten staan en gewoon kruidenrijk inzaaien. En dan wel betaald, natuurlijk. Ja, ja. Iedereen moet betalen. Niet meer naar je. Die nacht staat, en als de stemming was, ja, applaus. Dit moet 10 centimeter diep zijn. We zijn nu in Den Haag op Malieveld en we doen mee aan de protestdemonstratie van de boeren. Wij hebben veel met de boeren te maken met de weidevogels en wij weten dat de boeren altijd in het verdomhoekje worden gedrukt en we willen ons toch een hart onder de riem steken. Altijd maar weer wikken en wegen van hoe houden we de vogels hier binnen het territorium van Albergen. Maar het mooiste is ook dat Geesteren doet en ja, natuurmonumenten met in Ottershagen, die werkt daar nou ook beter aan om specifiek voor de weidevogels, dat kan ook afgerasterd worden. We moeten zorgen dat het leefklimaat beter is. Dus we hebben nu een drietal kleine plasdasgebiedjes aangelegd. Dat is ongeveer een kleine halve hectare. En er wordt 5 centimeter water ingezet. Dat grasland 5 centimeter maximaal onder water komt te staan. Daaromheen heb je dat drasgebied, het ligt iets hoger. En daar kunnen de grutto's, de wormen en de pieren en dergelijke vinden. En we hebben 1 hectare kruidenrijk omheen gezaaid. En dat biedt ook weer beschutting tegen de vliegende predatoren met name. Nou, dat is dan een groot pluspunt. En je hebt dan voedsel. Als je niks doet, dan weet je 1 ding zeker. Dat ze allemaal weg zijn. En 80% van de wereldbevolking van de grutto's, die broeden in Nederland. 80%. Dus als je er hier niks meer op uit doet, dan is het sowieso weg. Maar wij denken dat er wel mogelijkheden zijn. Als u net zo min als ik wil
dat de grutto, de koning van de weidevogels, verdwijnt, steun dan de vrijwilligers van de vogelwerkgroep Geesteren, alstublieft.